Zoals ieder live event, en we zijn het met elkaar eens dat een onvervulde kinderwens een live event is, een grote levensgebeurtenis, gaat ieder daar op zijn eigen manier mee om. Maar er zijn bij een vruchtbaarheidstraject echt verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen denken meer stap voor stap, terwijl vrouwen spinners zijn, dus spinnen een web van mogelijkheden. Bijvoorbeeld als een koppel bij de derde UUI-behandeling is, dan zit die man echt in die derde UUI-behandeling. De vrouw natuurlijk letterlijk ook, maar in haar hoofd is ze al bij de laatste IVF-behandeling die niet gelukt is. Je kunt je voorstellen dat het nog wel eens voor irritaties zorgt in de relatie. De man denkt, ja, doe niet zo negatief. En de vrouw vat de reactie van de man op als, je denkt niet na over de toekomst. Of soms sterker nog, het interesseert je niet eens. Dan is er nog het verschil van verlies. De man voelt het emotionele verlies van het niet krijgen van een kindje. Iets wat hij zo graag had willen ervaren met zijn geliefde partner. Voor de vrouw is er naast het emotionele verlies ook het fysieke verlies. Voor sommige vrouwen is zwanger worden en bevallen een eikpunt van het vrouw zijn. En als je denkt dat je dit niet mee zal maken, dan heeft dat grote impact op het gevoel van je vrouwelijkheid. Dus dit fysieke verlies komt er nog eens bij voor de vrouw. Dan is de rol van de man vaak die van de boel steunen en stutten. Ze denken vaak, ik zet mijn eigen gevoelens maar aan de kant. Als het maar goed gaat met mijn vrouw. Ik stop mijn emoties heel weg. Door harder te werken, een biertje meer te drinken of extra te sporten. En met al deze goede bedoelingen van de eigen emoties wegstoppen, gaan er toch twee dingen mis. Ten eerste zorgt het onderdrukken van emoties regelmatig voor fysieke pijn. Ik heb heel wat mannen mijn praktijk binnen zien komen met rugklachten, schouderklachten of hoofdpijn. Of mentale problemen, zoals een kort lontje. Daarnaast gebeurt er nog iets heel anders door het gedrag van een man. De vrouw denkt, ik zie of hoor helemaal geen emoties. Mijn partner gaat gewoon maar door met zijn leven, alsof er niks aan de hand is. Dus hij wil dit kindje niet vragen als dat ik dat wil. Dus met alle goede bedoelingen van een man gaat hier juist iets mis. Het zorgt voor verwijdering van elkaar. In mijn praktijk gebeurt heel vaak het volgende. Als ik een man vraag naar zijn emoties, dan is regelmatig zijn reactie, maar ik vind het zo erg voor haar. Nee, zeg ik, dat was mijn vraag niet. Hoe is dit voor jou? En als de man een openheid geeft over zijn gevoelens, dat hij ook bang is dat het niet lukt en dat het een groot verdriet, verlies zal zijn, dan is de reactie vaak van de vrouw verbazing als eerste. Van, je voelt dat dus ook? En dan de opluchting. Wat fijn, we delen dat gevoel dus. Waarna ik altijd weer de verbinding zie ontstaan. Dus heel belangrijk, praat open en eerlijk met elkaar over gedachten en gevoelens. Vragen die je behelpen zijn, wat zijn voor jou de pijnpunten? Heeft het traject voor jou iets veranderd in je gevoel voor mij als je partner? Wat verbaast je over jezelf en over mij? Waar had je van tevoren geen rekening mee gehouden? Wat kan ik voor jou doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen? Is er iets wat je vanaf nu zelf anders zou willen aanpakken? En ik heb voor jullie een hele mooie extra opdracht. Deel elke dag het mooiste van de dag. Er is altijd iets wat je kunt vinden wat mooi was aan die dag. Deel dat met elkaar, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. En schrijf elkaar een brief waarom je voor die ander bent gevallen. En lees die aan elkaar voor. Tot volgende week. Dan gaan we het hebben over de impact van het traject op familieverbanden en vriendschappen. Heel veel succes, Marijke.